Hello, good morning. Hello from Maastricht. Ja. Wat ja? Ja, we zijn in Maastricht, ja. Ja, ja. Ja. We hebben hier geslapen in de Student Hotel. We zijn hier bezig met werken, maar daar hebben we niks van gemerkt tijdens ons verblijf hier. Het zijn hele goede kamers. Ja, ik heb helemaal niks gemerkt. Nee. Ik heb echt als een roosje geslapen vannacht. Dus ja. Goed. We hebben hier al een hele fijne tijd. Amai zeg. Het wil maar niet lukken, hè. Overal zijn ze hier wat bezig. Die staan weer hier stil, komt er een keer een camion achteruit. Echt wel een prachtig mooi gebouw, hè. Zo de Student Hotel. Ja, ik vind het wel, ja. Ja, ja. Strak, ja, het heeft heel veel kamers, zoals je kan zien. Ah, er staat iemand hier voor het raam. Hebben we goed, ja, goed geslapen. Ja, ja, ja. Kijk, je ziet, de medewerkers zijn hier heel erg vriendelijk, hè. Ja. En zo, ik was dat vertellen, dat je ziet hoeveel kamers er hier wel niet zijn. Het zijn heel veel hotelkamers, maar er zitten ook heel wat studentenkamers, ja, tussen. Dat dus zijn je we kan... gisteren achtergekomen. Ja, we wisten dat niet helemaal, ja, hoe dat het werkt. Maar er stonden zoveel fietsen. Ja, beneden in de kelder. Ja, ja. En dan hebben ze het ons eventjes uitgelegd dat ze ook eigenlijk ook nog verschillende studentenkamers hebben. Ja. Dus studenten als je hier, voor langere tijd. Ja, als je hier bijvoorbeeld een studentenkamer neemt van voor 5 maanden of 12 maanden, 11 maanden, dan krijg je er ook een fiets bij ter beschikking. Dan kan je natuurlijk ook gebruik maken van al die faciliteiten, ja, hier in het hotel. Hè. Dat is eigenlijk wel heel erg cozy. Misschien moeten we straks eens de benedenverdieping laten zien. Zo met al die leuke knussen ingerichte hoekjes. Zo. Zullen we dat nu eerst doen? Dat hadden we dat straks natuurlijk. Ah, wel, we zullen even doen. Voor wie muzikaal is ingesteld, kan hier een stukje piano spelen. Ja. Kan jij iets? Nee. Nee? Niks? Nee. Ik wel. Ik kan iets. Maar het is een mooie vleugelpiano. Ja. Oké, klaar? Ja. Daar gaan we. Hoe is het nu moraal gesteld? Daar gaan we. Broeder Jacob. Hey. Ja. Hey. Zo'n muzikaal talent. Dus even een duimpje omhoog voor Jenno. Ja, zo moeilijk is het niet. Kijk, ik zal het even doen. Kijk, dus je kiest waar je begint. Maar eigenlijk begin je meestal hier, maar je kan ook hier beginnen. Kijk. Ja. Ja, hoor de klokken luiden, dat kon ik ook ergens vanmorgen. Nee. En dan als Bim van Bom kan ik nog wel eens. Ja, hij staat nog hier. Ja. Een muzikaal talent. Een muzikaal talent is aan jou voorbij gegaan. Maar het is echt een heel mooie piano. Ja, echt super mooi. Heel mooie vleugelpiano. Hé, hey, dat wist ik zelf niet. Ze hebben hier ook een heel pingpongtafel. Met paletjes, ja, kan je leuk spelletjes spelen. Tof, hè? Heb je dat ook al gedaan, gepingpongd? Ja, op vakantie. Ja? Ja. Ik ben daar helemaal niet goed in. Nee? Hier heb je een hele steile glijbaan. Die gaat hier in de ruimte hieronder. En daarboven heb je een cozy hangmat. Een hele grote. Ja. Met allemaal zitzakken erin, of zo van die lichtkussens. En dan kan je daarboven naar die televisieschermen kijken. Ja. Hoe cool is dat? En dan heel veel hoekjes en zeteltjes en dergelijke. Hier ook nog een biljarttafel. En kei grappige stoelen die hier staan. Ja. Als ik dit zie, ik zou je heel graag student zijn. Zo. Het is hier echt cozy, hè? Absoluut, ja. Hele leuke hoekjes. We hebben nog niet eens alles laten zien. Hier heb je ook nog een kikkertafel. Hoe cool is dat? Hier heb je ook nog een grote ronde tafel. Ja. Hey, leuk, hè? Zelfs nog een basketring hier. We hebben een toptijd hier in Maastricht en we hebben het gisteren gezegd, we gaan ook eens een stad vlakbij gaan bezoeken. Ja. En vlakbij is hier Valkenburg. Ja. En dat is ook wel zo een plekje waar wij heel graag komen. We zijn er al een paar keer geweest, al veel eigenlijk. Ja, we hebben ook al een paar favoriete adresjes en ja, we gaan er nog eens naartoe. Ja. Kleine change of plans, we waren aan het rijden en we zagen op de kaart dat er een geocachewandeling was in de richting van Valkenburg. Dus we zijn nog even gestopt en
Goh, wat ben ik blij dat we dat gedaan hebben. Goeie eens keuze. Kijken op wat voor mooi terrein we hier zijn terechtgekomen. Wat bosrijk en van die mooie velden. Ja. En nog eens zo wat bergachtig. Prachtig. Ik vind dat heel erg mooi. Waar ligt de volgende? Ik ben aan het zoeken, maar ik vind het niet direct. Oei. Het is wel niet altijd even gemakkelijk om de geocaches te pakken te krijgen. We hebben hier een PVC-buis gevonden met daarin allemaal gaatjes. En zo moet je hem eigenlijk naar boven doen. Lukt dat? Het gaat nog vrij vlot. Huh? Misschien moet je er eventjes nog met een balpen erdoor stoppen. Alhoewel. Past er ook niet echt door. Dan blijkt straks dat hier van onder gewoon iets open is, nee? Nee, toch niet. Ik zal het even moeten helpen, denk ik. Ja. Hallo. Zo moeilijk was het niet, hè? Ik had hem echt gelijk in 30 seconden eruit. Goed Goeie gedaan, hoor. Smaller wingers hebben. Ja. Ook nog mooie beestjes tegen. Die gaan we een beetje eten geven. Hè? Zo'n beetje grasprietjes zo, hè. Ja. Wat ben ik blij dat we hier gestopt zijn. Zo fotogeniek dat hier is. Ja, echt. Super, hè. Prachtig. Ik had nooit verwacht, toen we naar het bruisende Maastricht trokken, dat we op 10 minuten tijd in zo'n mooie omgeving terecht zouden kunnen komen. Ja. Nederland is echt een land met heel veel facetten. En zeker de streek waar we nu zijn heeft, ja, kijk, het verrast mij zelfs. Dus ik heb er weinig woorden voor. Dus ik sta met mijn mond vol tanden, echt mijn mond open. Ja. Hoe mooi is dit? Super om hier ook de dag te beginnen. Allee, we zijn al bijna middag aan het worden in tussentijd. Ja. We zouden nu eigenlijk alweer richting Valkenburg moeten gaan. Voor een uurtje moeten we bij Scooter Verhuur Limburg zijn. Ze hebben een vestiging in Maastricht en in Valkenburg om daar onze e-bikes op te halen. Want ja. We gaan met de e-bike gaan we de regio van Valkenburg weer gaan ontdekken. We gaan... Oh! Voorzichtig. Alles oké? Okay? Als dat maar goed, kan je nog rijden met de fiets, denk je? Ja, ik moet wel zeggen, normaal is hier gebeurd iets als je niet aan het vlaggen bent. Geef maar een handje. En we zullen rustig hier een beetje de helling afgaan, hoor. Oei. Hier zijn we bij Scooterverhuur Limburg. En daar rijdt er net eentje binnen. Han heeft ervoor gezorgd dat wij twee e-bikes hebben om hier de stad Valkenburg en zijn omgeving mooi te verkennen. Ja. Hij heeft ook een scooterbedrijf. Ja. Eigenlijk een heel groot, want er staan hier heel veel scooters. Die kan je hier huren, ja, maar je kan er ook kopen, hè? Ja, kopen doen we ook. Ja, dus, en als er dan herstellingen aan zijn, dat doen jullie ook? Doen wij allemaal. Ja, wij repareren ze en we hebben zelfs elektrische scooters tegenwoordig ook. Oh, wow. Ja, eigenlijk ieder merk, dan kun je bij ons terecht. Dus, ja, een scooter durven we nog zo niet aan. Dat is toch altijd zo nog wel een stapje hoger dan een gewone fiets, ja, eigenlijk. De volgende keer misschien. Alhoewel, dit is wel een hele goede tussenstap, hè? Ja, want dit is een elektrische fiets. Ja. Dus dan hoef je eigenlijk zelf niet heel zwaar te trappen. Ja, dus dan ga je toch goed vooruit. Toch goed vooruit, inderdaad. Ja. Dus dat is heel aangenaam rijden. Ja, dus ik denk dat jullie heel veel plezier gaan hebben vandaag. Dank je wel. Leuk om jou terug te zien. Super. En bedankt voor de fiets. Wij gaan er een mooi tochtje van maken. Goed zo, veel plezier vandaag. Ja? Goedjes, hè. Hier fietsen we dan in Valkenburg. Hier is het centrum. En nu rijden we wat verder om de omgeving te verkennen. Ah, nice. Dat was even een bijna crash, hè? Ja, wat was er gebeurd? Ik ging een beetje opzij, omdat daar een boom op de baan hong. Ja, nee, een tak. En er kwam net iemand om de bocht. Ja, en die had jou niet goed gezien. En, nee. Maar het is eigenlijk niet tot een aanrijding gekomen, gelukkig maar. Eigenlijk vond ik ook wel niet dat ik echt zo heel erg veel over de helft moest. Nee. Het is goed gelukt. Ja. Oké, we kunnen weer verder. Wat een mooi uitzicht, zeg. Ja,
Prachtig. Mooi hier, hè. Kijk eens wat voor mooie velden ze hier hebben. Amai. Echt prachtig. Zijn we wel eigenlijk op onze terugweg. We zijn iemand dat in Meersen gegaan en zo, dus wel best nog wel een eindje gefietst. Ja. Ja. Zeker de moeite, hè? Ja. Ja, dan denk ik, weet eigenlijk niet waar dat we allemaal aan geweest zijn, maar we hebben in ieder geval aan een grote fietstest erop zitten. Ja, hè? Ah. Fenomenaal gewoon. We moesten er zelf even voor stoppen. Ja. Het is goed te bekijken. En na een heerlijk fietstochtje hebben we ons nu even omgekleed om iets te gaan eten. Jij bent omgekleed. Ah, jij bent niet omgekleed. Ik had ook wel eigenlijk een andere jurkje wel mee, maar ik voel me daar zelf veel minder eigenlijk prettig in als in deze. Zeker want het ook zo heel warm is nu, heb ik dan maar terug deze aangedaan. Oké, helemaal goed. Ja, ik heb dan toch maar een hemd aangetrokken. Ja. En we gaan eten in De Munt. Dat is een restaurant waar we in de tussentijd al 2-3 keer zijn geweest. Al 2 keer voorheen, dus denk ik al de derde. Het is de derde keer dat we er nu naartoe gaan. Ik vind het een heel erg goed restaurant. Pal in het centrum van Valkenburg, aan de Grendelpoort. Ja, een heel leuk plekje om daar te komen, hè? Ja, denk ik. Ik kijk er alweer naar uit. Ik ook, ze waren kei lekker asperges. Dus ik hoop dat ze daar nu momenteel nog altijd asperges hebben. Het zal op de valreep zijn, hè? Want het aspergeseizoen begint af te lopen. Hè? Ja, het is... Ik hoop erop. Ja. Hier zijn we weer in Valkenburg Centrum. Daar was er net dus de Geulpoort en nu gaan we naar de Grendelpoort. Ja. Het is best druk, hè? Ja. Hier is het restaurant. Dankjewel. Nu ben je blij. Waarom moet je nou? Ja. Straks bij je alweer. Oké, dankjewel. Nu ben je blij, hè? Ja. Met de asperges. Ik eet ook nog een entrecote. Het is warm, sorry. Is het lekker? Het is echt mega lekker. Maar het ziet er ook heel lekker uit. Ik ben echt de hele week al naar aan het uitkijken. Echt? Ja. Ja. Het ziet er goed uit, hè? Lekker. En is het bij jou ook lekker? Kijk. Ja. Heel lekker. Was alles in? Het was mega lekker, echt waar. Een aanrader. Als je een keertje in Valkenburg bent, kom zeker als je eet in restaurant De Munt. Het is echt het beste restaurant van heel Valkenburg. Ja, dat vind ik ook. Zeker. Wat heb jij nu al? Ik heb een ijskoek met aardbeetjes en chocoladesaus. Het ziet er super lekker uit. En ik heb een crème brûlée met een bolletje ijs. Het ziet er ook lekker uit. Maar ja, alles is hier lekker. Ja, alles is hier lekker, echt waar. Hier zie je nog eens de Grendelpoort. Vanaf het moment dat er eigenlijk iets van water wordt opgepompt en wordt uitgestuwd, dan is het voor mij al een fontein. Kijk, mooi, ja, het is een heel mooie beweging hierin. Ik loop hier zelf zo helemaal over het pad, dus je moet er echt over stappen. Stap er maar over, hè. Hoppa. En dan belandt het hier in de plas. Zo. Oh, kijk eens daar, een baby eentje. Ik vind dat niet echt wat het echte baby eentje is, maar voor mij dat een waterkip. Kijk, of ja, toch misschien wel. Ik weet het niet. Kijk, het ziet er echt wel een heel jonge eend uit, hè? Ja, toch kunnen. Alles ziet er toch zoveel mooier uit als de zon schijnt en als er geen wind is. Ook al. Dit was eigenlijk echt een ideale dag. Plus ook nog eens dat het warm is en dat het heel erg lang zon is. Ja. Volgens mij is het tot nu toe al de beste dag van het jaar voor mij. Ik denk het ook al. We gaan nu nog de dag afsluiten met een mooie zonsondergang. En daarvoor keren we terug naar Maastricht. Meer bepaald naar de Sint-Pieterberg. Sint-Pietersberg. Prachtig, hè? Echt keimooi. En zo romantisch. En nu is ze echt aan het ondergaan, hè. Straks is het hier helemaal donker. Helemaal donker nog wel niet. Nee, wel iets donkerder. Vond je het een leuke dag? Keileuk, echt waar. Ik heb echt daar genoten van het begin tot het allerlaatste momentje dat de zon ondergaat. Nee, eigenlijk op het moment als ik zelfs in mijn bedje kruip, denk ik. Ik kon nog verder blijven genieten. Ik heb een hele drukke dag gehad. Ook wel, ja, toch wel een heel erg bijzondere dag. We hebben zoveel kunnen doen.
korte tijd. Ik heb zwaar ervan genoten. Ja, het is gewoon onbeschrijfelijk. Ja. Dat is echt, ik voel me ook helemaal, gewoon helemaal zen. Helemaal, dat is echt een topdag. Helemaal relaxed. Echt een topdag. Ja. En morgen nog eens? Morgen nog een keer. Tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.